Ik ben Theodor Leijers en ik zal dagvoorzitter zijn op het tweedaagse symposium over de verstoorde seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. De seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren is heden ten dagen eigenlijk geen probleem meer. Maar in de praktijk zien we nog wel heel veel kinderen en jongeren met wel degelijk problemen op dat vlak. En deze studiedagen gaan daarover, de diagnostiek en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Ik nodig u graag uit voor beide studiedagen. We mikken op een multidisciplinair publiek, dus u bent allemaal van harte welkom.